Graag laten we zien wat het dialoogmodel je als hulpverlener kan bieden en daarmee wat het voor hen die hulp vragen kan betekenen. Het lijkt soms wel of ons leven een kwestie van balanceren is. Als kind kennen we letterlijk een periode van vallen en opstaan en hebben we de ander nodig voor het behoud van voldoende evenwicht. Bij het ouder worden vinden we meer en meer een eigen evenwicht, maar ook blijven we het fijn vinden om steeds iets nieuws te proberen. Bij iets nieuws raken we vaak ook weer even uit balans, maar met eigen vaardigheden en door ervan te leren en met stimulans en steun van anderen, hervinden we meestal wel weer een nieuw en vaak rijker evenwicht. Zo zou je onze ontwikkeling als mensen kunnen typeren. Een wisseling van in evenwicht zijn, het wat kwijtraken en weer hervinden. Met daarbij een verbreding en verdieping van mogelijkheden. Evenwicht in onszelf en evenwicht in de wisselwerking met anderen. Waarbij we onszelf en met anderen als een eenheid verbonden voelen. Evenwicht en eenheid zijn kernbegrippen van de dialoogmodelmethodiek. Ons evenwicht is niet statisch, maar dynamisch, een beetje alsof we op een koord balanceren. Dat balanceren en ons hier ook in ontwikkelen doen we grotendeels vanzelf, zonder er actief mee bezig te zijn, en veelal samen met anderen. We hebben die ander, naarmate we ouder worden, minder nodig hiervoor. Hoewel we op latere leeftijd de hulp van anderen vaak wel weer goed kunnen gebruiken. We bewegen ons samen als het ware op het slappe koord van het leven. Samen met anderen vinden de meeste mensen hun leven nu eenmaal leuker en uitdagender. Dat vraagt wel goede afstemming en samenspel. Je zou kunnen zeggen, het vraagt ook een zekere balans in geven en nemen onderling. Maar wat nou als je je evenwicht te veel kwijtraakt? Als je in jezelf ontregelt of als iets in je omgeving dit teweeg brengt? En als het niet goed meer zelf lukt, of met anderen om weer in balans te komen. Wat als je het gevoel hebt dat je leven aan een zijden draadje hangt en je er alleen voor staat? Of je onderuit bent gegaan en niet meer goed weet hoe je zelf weer overeind kunt komen? Stel dat zo iemand dan professionele hulp zoekt. Het zou zomaar kunnen dat de hulpverlener dan uitgerust met tussen haakjes zijn gereedschapskist vol diagnostische methode aan de slag gaat. Een diagnose stelt en het klassificeert. Deze, of deze misschien, nou ja, het past niet helemaal goed, maar voldoende om de behandeling te starten. De hulpverlener gaat met de beste intenties volgens de boekjes aan de slag met de behandeling. Dat kan een schot in de roos zijn, maar zeker als wat speelt niet zo eenduidig is, als er van alles aan de hand is en de aanpak dus voorkeursgevoelig, dan kan het proces zomaar vastlopen. Of de hulpvrager haakt misschien wel af. Of de hulpverlener haalt vergeefs allerlei andere tools uit zijn kist. Het risico is groot dat de hulpvrager steeds passiever en afhankelijker wordt en de hulpverlener klem komt te zitten in de expertpositie, de supertherapeut die steeds meer druk voelt het te moeten oplossen. Het kan ook anders. We laten in vogelvlucht zien hoe het kan lopen als je thuis bent in het dialoogmodel. Zoals jij je eigen kennis en kunde meeneemt in het contact, je gereedschapskist, weet je dat de hulpvrager ook van alles in huis heeft. Eigen vaardigheden, zicht op zijn persoonlijke situatie en dat hij of zij handelt vanuit eigen verwachtingen, behoeften, voorkeuren en waarden. En dat je daar passend op wil aansluiten. Je gaat met de hulpvrager en naaste de dialoog aan, waarbij zij ook alle ruimte krijgen voor het eigen verhaal, eigen hulpvragen, veranderwensen en meer. En jij, met dialoogmodelprincipes in je hoofd, gaat het gesprek aan allereerst als gids of als coach met expertise. Zo bouw je met oog, oor, hoofd en hart aan een goede werkrelatie. Als stevige basis voor jullie samenwerking. Je onderzoekt samen wie zich probleemdrager voelt. En ook probleemoplosser of medeoplosser.
Samen ga je op zoek naar een gedeeld verhaal, om beter te begrijpen hoe het nu gaat, wat helpt en hindert en wat ze wel en niet meer voldoende krijgen geregeld, hoe dat zo is gekomen en wat ze nodig hebben om het weer voldoende te redden. Samen met hen zul je dit gedeeld verhaal met sleutelwoorden visueel op een rijtje zetten om samen de onderlinge samenhang te doorzien, hetgeen overzicht en houvast geeft. En het wordt als heel helpend ervaren. In abstracte zin ziet dat plaatje er zo uit, waarbij de hulpvrager als poppetje centraal staat. Eigen gedrag en dat van andere belangrijke personen in helpende of hinderende zin komen met kernwoorden in beeld. De onderlinge wisselwerking wordt met pijlen weergegeven, waarmee helpende en hinderende circulaire interactiepatronen duidelijker worden. Andere invloeden van buitenaf en van vroeger, die nu nog meespelen, breng je ook samen in beeld. Je omschrijft samen hoe de persoonlijke relationele stijl is, het gevoelsleven, het denkpatroon en denkvermogen, de lichamelijke toestand en hoe deze persoonlijke kenmerken samenkomen als een meer of minder evenwichtige eenheid. En wat dit betekent voor hoe ze naar zichzelf kijken, wat ze met hun leven willen en kunnen en wat eventuele hulp hierin kan betekenen. De tekening krijgt zo persoonlijke betekenis. Het gedeelde verhaal en totaalplaatje helpen als eerste stap de situatie en elkaar goed te begrijpen. En het helpt hoop en vertrouwen op een goed vervolg te wekken, zodat je samen kunt beslissen wie wat kan gaan inzetten en waartoe dat moet leiden. Zo kunnen jullie in samenspel aan verander-, herstel- of stabilisatiedoelen gaan werken. Deze cirkel herhaalt zich bij elk evaluatie- of reflectiemoment. Het streven is uiteraard dat de hulpvrager op den duur zichzelf weer voldoende in evenwicht gaat voelen, als persoon en met anderen. En dat ze het samen weer voldoende goed geregeld krijgen. Tot zover het dialoogmodel in Vogelvlucht. Meer informatie vind je op onze website en in onze boeken. We geven scholingen ook op eigen locatie en je kunt ons bereiken via e-mail. Tot slot, ervaar zelf hoe dialogisch samenwerken de zorg beter en leuker maakt.